DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Nog drie thuiswedstrijden te gaan en vandaag is er ook weer een. DVS 33 tegen Jong Almere City. Bert, wat denk je daarvan? Ja, ik hoop in ieder geval op een winnend DVS natuurlijk, maar ik verwacht een heel open duel. Een zeer belangrijke pot, zei Benjamin Roemillon tegen iemand die net belde van kom je ook nog even kijken? Ja, je merkt het enorm leven binnen de groep. We doen lekker mee in de derde periode, we staan goed in de stand. En die jongens ruiken nu iets waar ze natuurlijk een poosje geleden nog niet aan durfden te ruiken. En dat betekent dat je bij de top 5 zit. En als je het vandaag goed doet, kun je richting top 3 gaan. En dat is wat deze spelers natuurlijk en ons allemaal drijft. Afgelopen trainersvisie hadden we het er nog over. In Almere is een soortement eerste stap gezet in de richting van een prachtige serie. Ja, en een vorm van statement hè, vanuit de groep. En dat heeft heel veel vertrouwen gegeven voor de maanden daarna. En dat maakt het waar je nu staat. Ja, Jong Almere City. Natuurlijk allemaal heerlijke voetballers. Vergelijkbaar eigenlijk met al die jong BVO's. Hè. Wat dat betreft lijkt het erop alsof iedereen toch nog wel de Hollandse school aanhangt. Hè? Ja, ze spelen bijna allemaal hetzelfde systeem. En dan moet ik eerlijk zeggen dat bijvoorbeeld bij Jong FC Groningen wat meer buitenlandse jongens spelen. Maar voor de rest zie je inderdaad dat er een bepaalde lijn te ontdekken valt die bij alle clubs hetzelfde is. Dus aan de andere kant moet je afvragen of dat nou weer slim is, want dan ben je ook niet al onderscheidend bezig. Maar het is ook wel opvallend dat alle jongteams het behouden, jongens van Twente, dit jaar heel erg goed doen. Nou ga ik je nu even een vraag stellen, want dat lijkt me altijd heel interessant. Van hoe ga je beginnen? Hoe ga je spelen? En waarom interessant? Omdat je dan na afloop in de samenvatting kan kijken van heeft daar iets van geklopt of is de wedstrijd toch heel anders gegaan? Ja, kijk, vooraf heb je plannen en dat zullen we zo meteen ook zien natuurlijk hoe zich dat gaat voltooien. Maar het heeft ook met Almere te maken, met welke intentie komen die hier naartoe. Kijk, op het moment dat ze snel druk gaan zetten naar voren, hebben we daar onze oplossingen voor. Zakken ze in, dan weten we ook wat er van de groep verwacht mag worden. Het is wel zo, we spelen thuis, we willen attractief zijn, we willen ze vol onder druk durven en kunnen zetten. Nou goed, dan moet iedereen goed bij de les zijn, wil je dat kunnen doen. Lukt dat niet goed, ja, dan zak je wat meer in en dan vang je ze op in de linie. Je hebt natuurlijk wel aanwijzingen hoe Jong Almere speelt via Witte-Rood. Ja, we weten in die zin genoeg. Alleen nogmaals, je ziet nu ook weer wat wisselingen op individueel gebied. Maar qua formatie weten we voldoende. Formatie, je hebt het er al over. Hè? Dan gaan we weer even dat bruggetje doen. Welke formatie, DVS? Todori Velanas in het doel. Heiko Epe, Basiel Kamara, Dennis Hollaert en Roel de Vries achterin. Middenveld met Lars Dekker, Koen Vloedgraven, Mike Arens, Daniel van Warven. En voorin Benjamin Roemillon en Maurice de Ruiter. Oké, heel veel succes Bert. We zijn onderweg vandaag hier in Ermelo voor de wedstrijd. Dus DVS 33 tegen Jong Almere City. En gelijk een lange bal, zoals het wel vaker gaat, vanuit achteruit bij de aftrap van Dennis Hollaert. En Maurice de Ruiter met een diepe bal op Koen Vloedgraven. Kan hij de bal voorgeven? Het is bij de tweede paal. Via verdediger schiet de bal uiteindelijk tegen Benjamin Roemillon aan. We hopen dus dat DVS gewoon de drie punten kan halen. Een mooie actie van Maurice de Ruiter. Kan hij een vrije man vinden? Hij gaat zelf. Keeper Plattel die uit de goal komt. En het was een fantastische individuele actie van Maurice. Die... wat zomaar een grote kans had kunnen worden. Mooie aanname, Maurice de Ruiter. Versnelling. Strakke voorzet. Dat was Benjamin Roemillon die een tentje tekort kwam om de bal bij de eerste paal in te schuiven. En zo begint DVS uitstekend aan deze wedstrijd. Drie goede kansen. Goeie bal van Maurice de Ruiter op Daniel van Warven. Hij gaat de voorzet geven. Het is Benjamin Roemillon. En die bal via de carambol kan Maurice de Ruiter hem binnenhouden. Dat kan die. Goeie sleep, maar goed opgelet door Mannes, verdediger van Almere City. Maar alweer in bezit van DVS. Kan Maurice de Ruiter hem doorspelen. Dat kan. Naar Daniel van Warven.
Mike Arens. Goeie voorzet. Oeh. Benjamin Roumillon, de kleinste man op het veld ongeveer. Die, een fantastische voorzet van Mike Arends helaas. Helaas niet tussen de palen weten koppen. Wel strak ingekopt, maar een metertje te hoog. Vierde kans voor DVS. Voor de stand wellicht het meest interessant is de wedstrijd tussen Scheveningen en Quick Boys. Scheveningen wat de afgelopen 12, 13 wedstrijden achter elkaar ongeveer gewonnen heeft. Behalve tegen DVS volgens mij was het minder. En Jong Volendam dus aan kop in de derde periode. En won vorige week verrassend bij koploper Spakenburg. Maar nu een voorzet van Telfer. Nak die kopt hem op de voet uiteindelijk van spits Tadmine. En die bal die komt bij gelukkig naast de goal van Todori Velanas. Mannes aan de bal. Nu weer Telfer. Telfer naar Bergkamp. Dat is Bergkamp. Oh, kijk eens aan zeg. Dat is werkelijk een 100% kans. En een geweldige aanval opgezet door Telfer. Die hier duidelijk zijn visitekaartje afgeeft. Maurice de Ruiter met de bal op Koen Vloedgraven. Speelt hem goed door. Eén keer door ook weer van Daniel van Warven. En nu dan Benjamin Roumillon. Op de vuisten van, of op de handen, de handschoenen van keeper Plattel. De actie, 1 tegen 1 tegen Hollard. En kan gaan voorgeven. Tweede paal. We komen goed weg hoor. Het is Julian Nak die kan inkoppen bij de tweede paal. En als het denk ik 10 centimeter of 20 centimeter lager was geweest, dan had Almere City hier op voorsprong gekomen. Benjamin Roumillon ten opzichte van Mannes. En die komt daar prachtig uit. Ja, helemaal komen ze er mooi uit. Maar DVS zit er wel heel erg bovenop. En jongen, Almere City kan niks anders doen dan die bal een soort van icing geven. Hollard naar Camara. Camara kijkt. Gaat er nog iemand diep? Tussen twee man door Mike Arends. Nu misschien Daniel van Warven. Die gaat daar alleen op doel. Daniel van Warven, wat gaat hij doen? Hij kan de bal nog voorzetten. En oh, Maurice de Ruiter trapt die bal net over de lat. Toch een prachtige aanval. Weer in deze toch hele boeiende partij voetbal tussen DVS 33 en Jong Almere City. Heel jammer dat deze bal er niet in gaat. Telfer, maar goede interceptie van Lars Dekker. En nu kan Maurice de Ruiter, kan hij de bal vasthouden. En hij kan hem binnen tikken. Ja, DVS komt op 1-0. En een assist van Lars Dekker. En goed meegenomen hoor door Maurice. Kon hem eventueel ook breed tikken, maar hij bleef rustig. Speelt een goede pot. Scoorde vorige week, scoort vandaag ook. En het is de 31ste minuut voorsprong voor DVS. Roumillon, voorbij Mannes. Het is nog snel. Bij de eerste paal. En die valt erin. Het is 2-0. Daniel van Warven. Een heerlijk doelpunt. 2-0 voor DVS in de 41ste minuut. En dat geeft een beetje ontspanning, omdat, we hebben een beetje marge nu. Dat was echt een leuke actie van Benjamin Roumillon, die watervlug de rechtsback Mannes voorbij stiert aan de rechterkant. En goede voorzet, Daniel van Warven, die volgens mij de bal nog gekarambuleerd werd en achter Plattel binnenvalt. Kort voor de rust inderdaad. En de 42ste minuut. DVS op een comfortabele 2-0 voorsprong. Ook op de andere velden zijn de tussenstanden positief voor DVS. Jong Volendam staat nog 0-0 bij Odin. En inmiddels staat VPG met 4-0 achter tegen Jong Groningen. Nou ja, de bal nu bij Vloedgraven. Balverlies. Balverlies.
Ben Sabou op Tadmine. Weer uitgeweken. Korte hoek. Gevaarlijk hoor. Gooit hem naar Maurice. Maar die bal blijft een beetje in de wind hangen, denk ik. Kan hij daarbij? Ja, dat is een versnelling. En hij is weg. Nu in de 1 tegen 1. En hij gaat gewoon door. Gaat hij het afmaken? Blijft hij rustig? Dat doet hij! Ja! Lekker! Ongelooflijk hoor. Dat doet hij toch zelf. En een goede ingooi van Todori Villanas. Compliment ook aan hem. Staat daar alleen ook te juichen. De bal goed verwerkt en prachtig meegenomen. Apathisch gereageerd door de verdedigers van Jong Almere City. En wederom belangrijk, onze Maurice ter Ruiter. Hij loopt er gewoon doorheen. Telfer. Goeie 1-2. En hij schiet hem hard binnen. Maar daar was ook gelukkig Todori Villanas. Samuel Brobby. Goeie individuele actie. Of een goede 1-2. Toch middels dat fantastische doelpunt van Maurice de Ruiter. En daar een bal op de lat. Ja, ja. Ze kunnen er wat van. Gooselink was dat. Kopt de bal op de lat. Had beter lot verdiend. Absoluut. Overname. Maurice de Ruiter. Versneld. Kijken of hij ook hier wat moois mee kan doen. Een kapje en een bal terug. Kai, kan die erbij? Nee, Brobby met de poeier. Duidelijk onder de indruk, spelers van Jong Almere City. Van, en ook terecht natuurlijk, na zo'n fantastisch doelpunt. De 3-0 door Maurice. Lars Dekker en Heiko Epen. Kai Velda zoekt Roemion. DVS heeft ruimte om het uit te voetballen. Heiko Epen naar Kai Velda. Gaat hij misschien aan? Nee, een steekballetje op Maurice. Nou, maak het maar af. Nee, op de paal. Ja, nu wel. Ja, 4-0. Benjamin Roemion. Goeie steekbal van Heiko Epen. En Maurice de Ruiter die bijna scoort, maar op de paal. En uiteindelijk is het Roemion die ook een doelpunt weet te maken. 4-0. Dat hadden we ergens in de eerste helft niet gedacht. Goed verdedigd. Heiko Epen. Nu kans om te schieten. Mannes. Nee. Nog even wat uitgesteld. Prachtig doelpunt. Schitterend doelpunt. Tadmine. Het is toch frappant. Dat altijd als ik commentaar moet leveren dat de tegenstander dan scoort. Goeie bal van Maurice de Ruiter die ook doorloopt en die moet beloond worden. En die wordt dat ook. Kan hij hem over de keeper heen? Hij gaat, nou, goede redding hoor van de doelman. Prachtige aanval weer. Mannes is in het strafschopgebied. Twee man bij zich. Weet ze toch wel bezig te houden. Tikt de bal terug. Volkomen vrij. Oh, oh, oh. Bergkamp. En weer een katachtige reactie. Todori Villanas. Ik kijk op de klok. 40ste minuut. Kan DVS weinig meer gebeuren. Nu ruimte. Prachtige paas. Wat een schot. In één keer. Niemand verwacht dat. En dat is Maurice de Ruiter. En sluit af. En daarmee loopt DVS dus drie punten in op concurrent Jong Volendam in de stand om de derde periode. Het is alweer een tijdje geleden dat je voor de camera was, Maurice, hè? Ja, ik weet niet hoe lang, Piet. Maar... Hoe zou dat komen? Weet ik niet. Geen tijd. Ik ook niet. Maar je bent al een keer eerder man of the match geweest. Ik dacht, nou, je wordt nu ook wel man of the match. Maar Las doet het toch eigenlijk ook wel heel erg goed, hè? Ja, is een goede speler. En ja, is mooi als je jonge jongens die een goede wedstrijd spelen, ze ook kan belonen. Dus, Heerlijk. Jij bent ook nog zo jong geweest, hè? Ja, nog steeds jong. Je begint op aardig op leeftijd te komen. Maar het lijkt wel alsof je steeds sneller wordt met de bal aan de voet.
Ja, is ook zo. Ik kan wel tot mijn 40ste door misschien, Piet. Dat denk ik ook, ja. Het was toch werkelijk ongelooflijk. Dat eerste doelpunt, beschrijf dat eens. Van wie kwam die paas ook weer ertussendoor? Ja, die was van Lars Dekker. Ik weet niet of hij me onderschept of iemand anders. Maar hij stak mij. En daar hebben we het vaker over, dat hij vooruit moet durven spelen. Want hij heeft die paas en inzicht. Nou, dat deed hij. Ik kwam iets achter me, dus ik nam hem mee met mijn hak. En ik hield erin, want die verdediger, die jongen was ook snel. Maar gelukkig kon ik dan nog tussen twee man door en gewoon laag erin schuiven. Dat was precies de crux, hè? Dat meenemen met die zijkant van dat hakje. Straatvoetbal, hè? Ja, straatvoetbal, ja. Lekker, hè? En de tweede doelpunt? Was een jongen van hun, ik weet niet welke nummer, maar die had moeite met de bal onder controle krijgen, dus ik onderschep hem. Hij vloert me nog, maar ik rook mijn kans. Dus ik stond op, kap 1 uit en ik versnel tussendoor. 1-1 met de keeper en die maakte ik wel af in plaats van die open goal die niet in de eerste helft. Ja, inderdaad. Maar het was wel weer de wedstrijdssituatie lezen. Hè? Want heel vaak gaan spelers dan toch even een tikkie opzij of tikkie terug. En jij ziet gewoon dat die ruimte er ligt en je speert hem werkelijk als een 40-jarige er vandoor. Ja, nee, maar ja, ik heb wel redelijk wat snelheid en die andere jongens zijn snel, dus als ik er zelf voorbij kan, dan lopen we mee, kan ik hem nog breed leggen. Maar nu was ik iets te snel voor ze. Dus, je hebt wel weer genoten vandaag, denk ik, ook of niet? Ja, het was een mooie wedstrijd. We begonnen heel goed. Eigenlijk moet je voorkomen. Ja, daarna hebben hun een betere periode, kan je achterkomen nog. Maar gelukkig zijn wij degene die als eerste scoren en de wedstrijd uiteindelijk over de streep trekken. Dus. Precies, we hebben weer van je genoten. Maurice, bedankt voor dit interview. Ja, dankjewel Piet. Voor de onafhankelijke toeschouwer, denk ik, een heerlijke pot voetbal. Open en hele mooie momenten. Ivar van Dinteren, coach van Jong Almere City. Of denk jij daar anders over? Ja, nee, als ik vandaag neutrale toeschouwer zou zijn geweest, heb ik een heerlijke wedstrijd natuurlijk gezien. Zoals ik het heb beleefd, de eerste 10 minuten, ik weet niet waar we waren, maar krijgt eigenlijk DVS kan al 1-2-0 maken. Ja, en dan nemen wij het wel over een gedeelte, 20 minuutjes. En dan moeten denk ik wij ook 2 goals maken. En dan komt DVS weer terug eigenlijk. En dan maken ze gewoon 2 hele goede goals, denk ik. En ook 2 goals waar we wel op getraind hebben. Maar ja, aan de andere kant, dat deden ze gewoon heel goed en heel slim. Het is ook een slimme ploeg. En dan ga je de rust in. En ja, heel eerlijk, ik ben ook niet kwaad geworden in de rust. Ik heb gezegd, we krijgen ook gewoon kansen. En die gaan we de tweede helft ook krijgen. We krijgen minimaal 5 kansen. Nou, volgens mij hebben wij er 5 gehad de tweede helft. Zij hebben er volgens mij ook wel 4-5 gehad. En uiteindelijk wordt het dan 4-0 en nog 4-1. Ja, nou ja, oké. Okay. Nogmaals, ja, voor de neutrale toeschouwer, heel leuk. Alleen voor een trainer van de partij die verloren heeft, niet heel erg, denk ik. Ja, Ivar duidt er al op. Slimme ploeg. Slim en effectiviteit heeft met elkaar te maken, Bert, hè? Ja, kan. Hoeft niet altijd. Want we hebben sowieso een slimme ploeg, maar we zijn niet altijd even effectief geweest. Alleen vandaag wel. En je weet onderhand hoe jong BVO's voetballen. En we weten ook waar we dan onze kansen kunnen krijgen. En ik denk dat de eerste 4 minuten al heel veel kansen waren. Maar ik moet zeggen, Almere heeft met een hele positieve spelopvatting ervoor gezorgd dat inderdaad de toeschouwer vandaag genoten heeft. Natuurlijk ben ik hartstikke blij met de prestatie van mijn eigen ploeg. En dat we ook ruim winnen. Want dat helpt ook weer in doelsaal natuurlijk in de derde periode. Maar het voetbal heeft vandaag gewonnen. En dat bewijst dat ook een jong BVO wat heeft te zoeken in deze divisie. Over de derde periode gesproken. Het is inmiddels tot je doorgedrongen, denk ik. Nee, dat was al heel lang hoor, dat de derde periode er is. Ja, nee, maar dat Jong Volendam, dat die verloor. Ja, compliment aan de ploeg van Richard Plug natuurlijk. Dat ze hun huiswerk goed gedaan hebben en 2-0 hebben gewonnen. En we zitten er kort op. Ja, we zitten er inderdaad kort op. We hebben meer genoten van Jong BVO's. Die wedstrijden hier tegen Jong FC Twente, tegen Jong Volendam en ook tegen nu jouw ploeg. Dat is toch wel heerlijk hè? Heerlijk wil ik niet zeggen. Tuurlijk, wij weten dat we wel goed kunnen voetballen, maar uiteindelijk gaat het wel om een stukje effectiviteit. En als je dan kijkt, voor mij Maurice de Ruiter is voor mij jullie nummer 13. Ja, kijk, dat zijn wel jongens die heel beslissend zijn natuurlijk. En heel eerlijk, op dit moment hebben wij geen beslissende mensen voorin lopen. En dat kan je ook al denk ik zien aan onze laatste serie aan wedstrijden. Kijk maar hoeveel goals we hebben gemaakt, afgezien van ACV. Hebben wij heel weinig goals gemaakt. En dat weten we ook. We hopen dat we snel weer wat creativiteit
tijd terugkrijgen en wat beslissende, beslissende mensen. En ja, wij moeten gewoon toewerken naar die na-competitie. En daar kan van alles in gebeuren. En als we zo kunnen spelen zoals we vandaag spelen dan, en dan ook beslissend kunnen zijn en de creatieve mensen weer voorop hebben, ja, dan kunnen we nog eens voor een verrassing zorgen, denk ik. Wat dat betreft gaf Tatmine wel een prachtig voorbeeld. Wat een heerlijk doelpunt. Ja, dat was zeker een mooie goal. Ja, het is dan de 4-1. Dat is zeker een mooie goal. Ja. Ik vind het voor de rest, ja, het was de 4-1. Mooie goal, ja. Inderdaad, mooie goal. Maar Todori van Anas had ook nog een paar beste reddingen in petto. En ja, jij had het op een gegeven moment ook even over focus. En die was even weg. Ja, daar baalde ik van. En je weet gewoon, als je het gevoel krijgt in het veld van nou, het is kat en bakkie. Dat is nooit zo. Zeker niet tegen een ploeg als Jong Almere. En dan moet je kort blijven zitten. We waren het gewoon even kwijt. En Todori kreeg het op dat moment veel drukker dan gewenst. Het risico wat je daarmee ook nog loopt, is dat er een keer een doorgebroken speler is. Dat je shirtje vasthoudt, neer moet leggen. Allemaal domme gele kraten ga je dan krijgen. En dat is niet nodig. Nou, dan moet je weer even je focus hebben. Ik snap het wel een beetje. Dat je denkt, van, hey, wat gebeurt ons nu weer? Hè? Een ruime voorsprong. Maar dan moet je bezig zijn om alles goed uit te blijven voeren. En we lieten het een beetje lopen. Dat is het enige puntje van kritiek op mijn ploeg. Want ik vind dat we verder goed gevoeld hebben. We hebben in de voorbeschouwing eventjes het erover gehad. En is het een beetje uitgekomen zoals je het hebt gedacht? Ja, dat lijkt me wel als je 4-1 wint. En zeker gezien het aanvalspel wat we op de mat legden. Nou, was prima om te zien. Dus nee, ik ben tevreden. Zeker na zo'n dag als gisteren. Dan ben je toch altijd even in afwachting van wat kunnen de jongens brengen. Nou, beide ploegen hebben zich blijkbaar keurig aan de regels gehouden. En hebben het publiek een mooie wedstrijd voorgeschoteld. Ivar, jullie hebben nog een paar wedstrijden te gaan. Je hebt de periode binnen. Dat is al een heel lekker gevoel natuurlijk. Volgende week spelen jullie tegen? Oh, tegen wie spelen wij volgende week? Ja, ik heb zoveel wedstrijden die ik moet coachen dat ik soms eventjes... Volgens mij spelen wij tegen Maghreb volgens mij thuis volgende week. Ja, we hebben nog heel veel wedstrijden. Of ja, heel veel vier nog volgens mij. Aan de andere kant, ja, wij gaan elke wedstrijd voor de winst. We gaan ook niet even een stap terug doen. Nee, we gaan gewoon door. En, ja, en dan moeten we zo fit mogelijk die na-competitie ingaan. En ja, nogmaals, DVS heeft heel goed gedaan vandaag. En verdiend gewonnen. En uiteindelijk misschien, ik weet niet of we elkaar nog tegen kunnen kopen. Ja, dat weet ik ook niet. Ik ken het programma verder niet. Maar ja, wij zullen er zeker voor gaan. En als DVS in de na-competitie komt, zullen die er ook zeker voor gaan, denk ik. Voor deze wedstrijd 5 finales. Nu nog 4 finales, Bert. Ja, in ieder geval 4 finales. En dan gaan we verder kijken, Piet. En volgende week gaan we naar Sneek toe. Dus heerlijk, man. Het is fijn als je aan het einde van het seizoen nog om de prijzen mee kan doen. Dat is goed voor het publiek, goed voor de spelers. En het haalt het beste in je naar boven. En nou, lekker van genoten vandaag. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.